Hey, Soy. Hey, Fenna. Gaat het wel? Je zit erbij alsof je 600 oliebollen hebt opgegeten. Bedankt. Nee, ik ben gewoon wat breder geworden vanwege het sporten misschien. Het gaat wel echt heel hard door dat sporten. Oh, oké. Okay. Maar hoe komt het dat je er zo uitziet? Zo. Oh, je bedoelt... Ja. Nee, je bedoelt iets anders. Het lijkt alsof je gewoon enorme kussens op je lijf hebt. Nee, dit zijn geen kussens. Dit zijn handdoeken. Handdoeken? Ja. Terwijl het zo heet is buiten. Nee, kijk, ja, precies. Dit is een soort anti-zweet-idee. Hè? Oh. Ja, ik heb vanavond een feestje met het voetbalteam. We hebben een uitje. Ja? En ik heb vandaag al zoveel verschillende shirts aangedaan in verschillende kleuren. Maar ja, je ziet elke keer dat ik zo zweet. Oh, je ziet zweetplekken zitten. Geel heb ik aangehad, rood heb ik aangehad, oranje, lichtpaars. Oh, man. Dus je hebt alle kleuren geprobeerd, maar niks werkt? Niks werkt. Oh. Zo warm. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Wacht. Oh. Want weet je, sorry, als één kleur niet werkt, dan werken misschien wel verschillende kleuren. Kijk! In de troop is het ook warm en daar hebben mensen dus meestal zoiets aan. En het heeft verschillende kleurtjes, dus dan zie je die zweetvlekken niet. Dan vallen ze niet op. Dat is een super slim idee. Kom, trek het aan. Met die dingen eronder uit, hè? Ja, dat is toch fijn. Ja. Ja, vies. Even kijken. Deze. Ja, zo, weg ermee. Kijk eens. Zo, deze. Hoe zit het? Oh. Wauw. Dit is het, hoor. En, ziet het er mooi uit? Ja, heel mooi. Hé, kijk. En geen zweepplek meer te zien. Nou, fantastisch. Oké, okay, nou, ik dank je wel, Fenna. Ik ga naar een voetbaluitje. Ja, je bent helemaal klaar. Thanks. Hey, doeg, hè. Joe. Ik heb het wel warm, hoor. Meiden, ik heb een vraag voor jullie. Oh. Waar denk je dat je het beste mee kunt voelen? Aan de bovenkant van je hand... of aan de onderkant van je voet? Oeh. Wat denk jij, Joanne? Denk onderkant van je voet. Onderkant van je voet, denk je dat je beter kan voelen? Want hier is het ook wel heel gevoelig, toch? Ja, en waarom denk je de onderkant van je voeten dan? Als ik bijvoorbeeld zo doe, dan voel ik het zo beter. Oh. Dan hier. Nou, ik ben wel benieuwd. Nou, ik heb een heel leuk proefje wat we kunnen doen. Een experiment. Om het te gaan testen? Ja. Oeh. En dan ga ik dat doen met bolletjes op je hand aan de bovenkant van je hand en aan de onderkant van je voet. En dan moet jij raden hoeveel je voelt. Oké, okay, maar mag ze dan kijken? Nee, je moet wel een blinddoek op. Oh, wacht, ik ga even een blinddoek zoeken. Die heb ik hier ergens. Ja. Oh, hier, deze kunnen we gebruiken. Oké, okay, dan mag je niet spieken, hè? Ik doe alvast mijn ogen dicht. Oké, komt-ie. Zo. Hoeveel vingers steek ik op? Twee. Nee, fout. Ze kan niks zien, dokter Elvira. Dan gaan we het experiment starten. Ik heb hier een kurk met bolletjes. En jij moet voelen, Joanne, hoeveel bolletjes je voelt. Eerst aan de bovenkant van je hand en daarna aan de onderkant van je voet. Spannend. Nou, hier komt de eerste. Hoeveel bolletjes voel jij? Eén. Oké. Okay. Nummer twee. Hoeveel bolletjes voel je? Twee. En de laatste? Hoeveel bolletjes voel je? Eén. Nou, we gaan dit dus nog een keer doen, maar nu met je voet. Oh, je mag je voet zo op mijn been zetten. Zo. Ja. Nou. Hoeveel bolletjes voel je? Twee, denk ik. Oké. Nu gaan we naar de tweede. Ja. Hoeveel bolletjes voel je? Ik denk twee. En nou de allerlaatste. Hoeveel bolletjes voel je? Twee. Nou, dan mag je blinddoek af. En kijk eens wat ik nu heb. Ik heb hier drie kurken. Dit was kurk 1. Daar zitten twee speldjes in en die zitten heel ver van elkaar. Dit was kurk 2. Dat waren alleen maar twee dus. Ja, maar deze zitten alweer veel dichter bij elkaar, dat klopt. En die laatste, die zitten heel dicht bij elkaar. Dus het waren er iedere keer dus twee, dokter Elvira. Ja. En hoe komt dat dan? Want dat is dan toch best wel lastig om te voelen. Ja, klopt. Maar je zag dat je bij je voet net iets beter deed dan met je hand. Hè? En dat klopt ook. Dus je voelt eigenlijk met de onderkant van je voet dus beter dan met de bovenkant van je hand? Ja, daar zitten zenuwen onder je huid.
Weet je wat het zijn, zenuwen? Nee. Die zenuwen lopen onder je huid en die geven seintjes om te zeggen of iets koud is, of juist hard, of iets pijn doet. Als je door een wesp gestoken wordt, dan doet dat pijn. En dat zeggen die zenuwen, die geven die seintjes. Maar ook of iets warm of koud is. Dat kunnen die zenuwen heel goed voelen. Je ziet ze niet, want ze lopen onder je huid, maar ze kunnen heel goed voelen. En hoe meer zenuwen op één plek zitten, hoe beter ze kunnen voelen. En je hebt een aantal plekken in je lichaam waar de zenuwen heel dicht op elkaar zitten. Dat is bij je lippen, de binnenkant van je handen en aan de onderkant van je voet. Dus daarom komt het inderdaad dat je aan de bovenkant van je hand minder goed voelt dan aan de onderkant van je voet. Aha, want aan de onderkant van je voet zitten die zenuwen dus dichter op elkaar, dus dan voel je meer. Ja. Wauw. Nou, dat is ook wel heel bijzonder, toch? Had jij dat ooit geweten? Nee. Nou, en dan is het dus ook wel verstandig om je schoenen aan te trekken als je naar buiten gaat, want anders doet het misschien wel heel veel pijn, toch? Wat is het heet, hè? Jeetje, zeg Steven. Ja. Weet jij niet iets te bedenken waardoor het hier gewoon wat koeler wordt? Je bedoelt een spannend verhaal? Of een leuk verhaal waarmee je even vergeet dat het zo heet is? Ja, of heb je niet een ventilator? Zoals Hans Klok heeft toch altijd een ventilator, dat het frisser wordt? Die ben ik vergeten. Oh, ja. Maar ik heb inderdaad wel een verhaal om even te vergeten dat het zo warm is. Oh, nou dat willen we ook wel, toch? Ja. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen over een jongetje en zijn naam is Tom. En Tom is een tovenaar, want hij gaat namelijk in de zomer gaat hij altijd naar de toverschool toe. En je kan ook zien dat hij een echte tovenaar is, dat hij dat al jaren doet. Hij heeft een echt goocheljasje aan, kijk met allemaal van die sterren erop. Maar er ontbreekt één ding. Wat ontbreekt er? Zijn hoed. Inderdaad, zijn toverhoed. Dus hij gaat naar zijn moeder toe en zegt, mama, mijn toverhoed is weg. Heb je er nog eentje voor me? Mama zegt, weet je wat, ik ga wel even boven op zolder kijken. Dus ze gaat naar boven, maar op zolder is het hartstikke donker en het licht doet het niet. Dus ja, ze rommelt een beetje met haar handen tussen alle spulletjes en ze vindt op een gegeven moment een hoed. En ze zegt, volgens mij is dit jouw toverhoed. Nee. Precies, Tom zegt, nee, maar mama, dit is geen toverhoed, dit is een koksmuts. Ik ga niet naar de kookschool. Nou, ze zegt, weet je wat, ik zoek nog wel even verder. Dus ze gaat verder en ze zegt, hier heb ik het. Weet je wat, dit is het. Nee, ook niet. Zeg, mama, dit is niet eens een hoed, dit is een pan, daar kook je mee. Ik moet zo'n toverhoed hebben, zo'n eentje met zo'n beetje in een punt. Zegt ze, volgens mij voel ik iets puntigs. En weet je wat ze vindt? Een vikinghoed. Ja, is dit een toverhoed? Nee, ook niet. Tom zegt van, ja, dan is er maar één oplossing. We moeten naar de hoedenwinkel toe. He? Dat is het. Dus ze gaan met papa en mama gaat Tom naar de hoedenwinkel toe. En ze komen aan bij deze hoedenwinkel, kijk. En iedereen is in de etalage aan het kijken, want ze zien namelijk dat er nog één hoed is. En Tom gaat naar binnen, door deze blauwe deur, en zegt van, die hoed die hier in de etalage is, is dat toevallig een toverhoed? Waarop de man zegt, de eigenaar van dat winkeltje, zegt, nee, dit is geen toverhoed. Of is het wel een toverhoed? Nee. Het is geen toverhoed, hè? Nee. Het is een zomerhoed. Oh, zeg maar, heeft u toevallig een toverhoed? Hij zegt, de man zegt nee, want dit was de enige hoed die ik nog in mijn winkeltje had. Dus dat was de laatste. Oh. Jammer is dat, hè? Maar waarop de eigenaar zegt van, maar Tom, jij bent toch een tovenaar? Jij kan toch toveren? Misschien als je nou een spreuk doet, die zegt, hocus pocus pas, ik wou dat er een toverhoed was. Misschien dat het dan toch iets magisch wordt. Zullen we met z'n allen doen? Ja. Daar gaan we. Hocus pocus Pilatus pas, ik wou dat er een toverhoed was. En ze draaien de winkel om en zie hier in de etalage is nog één hoed verschenen. En als we die open halen, zie je dat het een echte toverhoed is. En nu kwam Tom toch naar de toverschool en gaat hij een hele leuke zomer tegemoet. Fenna, wat is dit? Nou, dit zijn zeemeerminnenstaarten. Ja, en wat doe ik hier? We gaan een zeemeerminnenwedstrijd doen. Een zeemeerminnenwedstrijd? Ja! Het is echt heel leuk, Zoe. Echt, ik beloof dat je het echt te gek gaat vinden. Okay. Kom, we moeten daar naar de startlijn. Oké. Best lastig zo, hè? Met je benen bij elkaar. Je zou maar een staart hebben. Best. Ik leg het uit. We gaan zo meteen slalommen om de pionnen heen. Dan moet je door de buis. En dan
kun je de gouden drietand winnen. Oké, de gouden drietand. Kom maar op. Ben je klaar voor een wedstrijdje? Ik ben klaar. Ben je klaar ik om ingemaakt te worden? Nee, ik ga jou inmaken. Weet je dat zeker? Zullen we aftellen? Samen? Ja. Oké, dan. Oké. Komt ie. 3, 2, 1. Aan de kant. Wow. Oké, aan de kant. Nee, je kan er niet door. Oké, daar gaan we. Het is heel snel. Pas er niet doorheen hoor. Ik heb gewonnen! En ik was zo dichtbij. Fenna, ik moet toegeven. Een zeemeerman zijn is best wel leuk. Wel hè? Toch wel hè? Maar ik kan het veel beter hoor. Nee hoor. Zullen we nog een keer spelen? Nog een keer. Oké, kom. Dan gaan we. Oké. Wacht heel even hoor. Wacht heel even, kom eraan. Ja. Hoe komen we hier nu uit? Hoe kom ik hier nou uit? Fenna. Nee, maar sorry. Maar of kan jij hier dit stukje trekken dan? Wat? Hier? Welk stukje? Nee, hier ook. Nee, ik zie je niet. Hallo? Waar heb je het over? Waar ben ik het over? Fenna? Sorry? Fenna? Sorry? Fenna? Klopper de kloppie. Storing Vivro! Ah, Viviana, je bent er weer. Ik heb me zo gemist. Hoe was het? Oh, het was echt geweldig. Ik kom echt net van de boot. Het was zo zalig. Ja? Waar ben je geweest? Op een eiland. En dat hele eiland lag vol met zeehonden. Niet. Oh, ik heb altijd al zeehonden in het echt willen zien. Oh ja, het was zo zalig. Ik ben elke dag naar het strand geweest, ook om naar die zeehondjes te kijken. Wat? Ja, oh. Fenna, en ik weet hoe ontzettend veel jij van het strand houdt. Ik ben echt dol op het strand. En daarom heb ik iets voor jou meegenomen. Voor mij? Ja. Echt? Ik weet hoeveel jij van het strand houdt en ik dacht, ik haal het strand hier naartoe. Nee. Hier. Een souvenir? Naar de Zeppelin. Hoppakee. Oh, wow. Een souvenir, zodat je altijd een beetje aan die mooie vakantie blijft denken. En ik heb schepjes bij me. Hier, kijk eens. En leuke speeltjes. Oh, wow. En hier zit ook nog van alles in. Oh. Oh, wat heerlijk. Nou, ik ben wel heel moe, hoor. Ja, dat kan me voorstellen. Oh. Dit zal wel zwaar zijn geweest, joh. Het was echt heel erg zwaar. Nou ja. Wat zit je nou te lachen, Fenna? Mevrouw, je hebt je zonnebril nog op. Nee, helemaal niet. Die leg ik net hier neer op de bank. Je hebt je zonnebril nog op. Kijk maar in de spiegel. Oh. Kijk nou toch. Oh. Ja, nou ja, zoals mijn oma altijd zei, een drolletje duurt me even, maar plezier daarna, dat is lang gebleven. Hey, zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.